en welkom bij weer een hele nieuwe Fan Friday video. Vandaag heb ik een super speciale gast. Ik ga namelijk gewoon Thomas een makeover geven tot mijzelf. Ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken. Dat gaan we zo meteen zien. Maar allereerst hebben we natuurlijk ook nog de like challenge van vandaag. En die is dat er geen challenge is. Dus dat betekent dat je deze video een duimpje omhoog kan geven op wat voor manier dan ook. Misschien gebruik je linkerhand, je rechterhand, wat voor vinger of misschien wel je neus. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Vergeet daarbij ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload en hoef je er never nooit meer eentje te missen. Hoe ongelooflijk tof is dat? Dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Let's do this! Woe. Misfit update. Yay! Ik heb superleuk nieuws, want vanaf nu is Misfit 2 te zien in de bioscopen in Nederland en in België. Hoe ongelooflijk tof is dat? Je kunt de film dus gewoon in de bioscopen kijken. Check zeker eventjes de website van de bioscoop bij jou in de buurt wanneer die speelt en ga hem zien. Laat me ook nog eventjes op Instagram weten wat je ervan vond, want ik ben er heel erg benieuwd naar. En daarbij wilde ik ook nog eventjes een korte update geven over mijn tour. Want op dit moment, vrijdag 18 oktober, is mijn tour al begonnen. Zo leuk! Ik heb nu dus al in Nijmegen gespeeld, maar vanavond speel ik in Groningen. Morgen 19 oktober speel ik in Eindhoven en 20 oktober op zondag speel ik in Amsterdam. Dus wil je nou langskomen? Check dan heel erg snel de link in de beschrijving hier onder deze video. Dit is de laatste kans voor de kaarten, dus zorg er zeker voor dat je erbij bent. Het is echt een geweldig leuke show. En is het nu natuurlijk tijd voor het volgende gedeelte uit deze video. Let's do this! Makeover Challenge! Zoals je kunt zien zit ik vandaag niet alleen. Ik zit namelijk naast Thomas! Yes! En misschien ken je hem wel, nee, je kent hem zeker wel van het kanaal Gewoon Thomas. En daar doet hij natuurlijk allemaal leuke challenges en video's op. Maar dit keer komt hij bij mijn video, want ik ga een challenge samen met hem doen. En ik vind het zo spannend. Ja, ik weet niet of je er helemaal blij mee bent, want ik ga hem namelijk transformeren tot mij. Ik word dus je tweelingzus. Ja, ik ga je een makeover geven. Ik denk dat dat wel gaat lukken eigenlijk. Dankjewel, je hebt wel bruine ogen. We lijken toch wel een beetje op elkaar. Nou, ik heb deze challenge een keertje eerder gedaan met mijn zusje. En dat was wat makkelijker, want ze is mijn zusje. Maar je hebt dus een baardje en zo. En je bent ook geen vrouw, volgens mij. Nee. Dus, ik vind het best wel lastig. Maar durf jij het een beetje aan? Ik durf het wel aan, maar ik ben wel heel benieuwd wat je van mij gaat maken. Want ik mag dus de hele tijd niks zien, begreep ik? Nee, inderdaad. Je mag jezelf niet zien tot aan het einde. Mijn make-up tas staat nu helemaal klaar. Jij hebt toch wel eens een keertje eerder vrouwenproducten uitgeprobeerd? Ja, dat heb ik wel meerdere keren al ook gedaan. Ook make-up? Nee, geen make-up. Ik heb al vaak natuurlijk in de make-up gezeten een keer. Want ik heb wel eens modellenwerk gedaan, dat soort dingen. Ja. Maar geen vrouwenmake-up. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. We gaan gewoon beginnen met de make-up die ik normaal gesproken bij mezelf doe. Ik ben helemaal fan van dit paletje. Het is van Anastasia. En het heeft een aantal hele mooie kleurtjes, zoals jullie kunnen zien. Helemaal mijn kleur. Ja. Oh, ik vind het wel spannend. Ik ook. Echt... Ik ga beginnen met eerst gewoon een neutraal, simpel kleurtje. Bruin-oranje kleur. Sorry, het past echt totaal niet bij deze outfit. Nee, dacht ik al. Maar dat komt goed. Dus je mag je ogen dicht doen, want het is ook... Ah! Je schrok, hè? Dit gaat echt niet goed komen. Oké, here we go. En nu? En nu? En nu? Yay! Oh my! Oké, ik heb echt heel veel. Oh, je oog is heel anders dan de mijne. Oh ja! Nou, het staat je wel mooi eigenlijk. Ik ga eventjes een ander kwastje pakken. Alle wat is dat op mijn hoofd? Oh, je is je hand. Ik schrok heel erg. Oh ja, ik wilde nog een foto met je maken op een Insta-story, maar dat is... Oh, dat gaat niet meer! Oh, wat dom! Dit is heel erg. Wat ik dan doe, bovenop je ooglid nog een klein beetje een goudkleurig kleurtje of zo. Ik ben echt gek op goud. Oh ja, doe maar heel veel goud. Goud doen we extra veel. Oeh, glitter. Je hebt zo'n mooi lijntje hier. Ja, dat komt zo meteen ook. Kijk dat ook. De eyeliner. Dat is echt een ramp. Ik vind dat zo knap altijd, hè. Dat mensen dat kunnen. Jij kan het. We gaan het zien. We gaan het zien. Maar niet bij anderen misschien. Nee, dat is het probleem. Okay. We gaan nu beginnen met het hele leuke gedeelte. Namelijk concealer en foundation. Dit is natuurlijk helemaal aangepast op mijn huid. Maar en dus heb jij niet meer... aangepast op mijn huid. Dit is... wel iets meer oranje dan... Oh my god. Is het zo erg? Je ziet het wel. Woe! Hey, weet je, dit is nog niet eens zo slecht. Jij hebt wel grotere wenkbrauwen dan ik. Dat ga je niet eraf halen, nee. Toch? Oh, ik dacht even dat je mijn wenkbrauwen eraf ging halen. Dus, voor de challenge zou ik het eigenlijk eraf moeten scheren. Net zoals je baard. Nee. Maar dat ga ik je niet aandoen. Oh, ik kan nog steeds weglopen. Weet je dat zeker? Nee. Okay. Oh ja, ik zie er niet uit nu natuurlijk. Oké. Ik bedoel, ik zie er mooi uit. Ja, Wat ga je doen? Nee, ik ga het een beetje boven je wenkbrauwen doen. Dan heb ik nu een foundation. En dat smeer ik meestal gewoon over mijn hele gezicht. Ik vind dat het beste, want dan heb je het meest egale platform.
best wel veel. Een beetje koud. We hebben eigenlijk redelijk dezelfde huidskleur. Echt? Ik dacht dat het heel anders zou zijn. Is het mooi dan? Misschien moet ik het voortaan gewoon elke video gaan doen. Weet je, ik vind het nog best wel goed staan. Ik vind het niet slecht, echt niet. Kan je ook doen? Ja, zo. Je kondigt ook niet aan wat je gaat doen. Weet je hoe erg dit kietelt? Dit kietelt echt heel erg. Echt? Ja, je doet het gewoon. De volgende stap is wenkbrauwen. Bij mij heb ik dan echt heel veel vulling nodig in mijn wenkbrauwen. Maar jij hebt dat totaal niet nodig. Ik heb geen idee of het goed gaat worden. Ga je mijn wenkbrauwen vullen? Ja. Weet dus niet of ik nou je hele wenkbrauw moet vullen. Of alleen het gedeelte dat bij mij normaal gesproken een wenkbrauw zou zijn. Jij weet hoe dit werkt. Ja, het is ook wel echt een hele andere kleur. Het is gewoon zo'n rode streep door je wenkbrauw. Het spannendste gedeelte is aangekomen. Ik ga namelijk eyeliner opdoen bij je. Is dat het streepje? Ja, dat is het zwarte streepje met een wing. Maar dan moet ik heel stil blijven zitten. Dan moet je absoluut heel stil blijven zitten. Oké. Doe ik het goed? Ja, je doet het heel goed. Je zit heel goed stil. Wat doe ik? Wat doe ik? Hoezo? Hij gaat helemaal niet omhoog. Deur is open. Oh my. Is het zo erg? Nee, dat is echt niet goed. Dit is zo anders. En nu moet de andere oog nog. Ja, ik ga deze nog een beetje opschonen en dan ga ik de andere oog doen. Oh jee. Oh jee. Mascara. Ga ik twee tegelijk doen? Hoppa. Nee, het is een beetje raar. Ik gebruik deze en dan pak ik wat mascara op met dit borsteltje, want ik vind deze fijner. Je moet je ogen open houden en dan naar beneden kijken. Nou, ik vertrouw je gewoon. Nou. Ben je tevreden? Ja, ik ben wel redelijk tevreden. Ja, ik denk absoluut dat James Charles het bijvoorbeeld zoveel beter zou kunnen doen. Ja. Oh, nee, ik bedoel, ik denk toch je gaat zeggen dat hij het mooi gaat vinden en dat hij het beter kan doen. Ik ga weer. Oké, ik ben helemaal klaar met de make-up, Thomas. Oh, wat heb je het goed gedaan? Bedankt, ik heb erg mijn best met stilzitten. Oké, en ik ben benieuwd of we elkaar een beetje op elkaar lijken. Yeah. We moeten jou natuurlijk ook nog wel een andere outfit aandoen. Eentje waarvan de fans deze wel kennen. Dus ik heb een outfit uitgekozen uit mijn muziekvideo voor Wild, want die is best wel herkenbaar. En ik hoop dat je hem een beetje past. Ik ben benieuwd of het jouw kleding past. Ja, we gaan het zien. Ik heb de broek al klaar. Tada, hij is zo lekker fel rood. En ik zal hem nog even laten zien. Maar rood staat mij meestal wel. Ja? Ja, dat scheelt weer. Ja, ik vind rood echt leuk. Ik zie wel vaak in rood inderdaad. Zullen we het gewoon bij jou aandoen? Oké, okay, nou, daar gaan ik we. Ik zal je helpen. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1. Ho! Wow, zo! Ha. Ging dit altijd maar zo snel? Ja, dat zou handig zijn. Maar het pasje oprecht nog echt heel erg goed. Vind je het wat? Ja, ik vind het wel leuk. Het zit wel lekker. Ik vind het wel lekker zitten. Ja, maar dat shirt past er natuurlijk echt totaal niet op. Nee, rood en paars is niet echt een combi. Nee, we moeten even een ander shirtje erop doen. Dat is deze. First kiss. En het matcht. Lipjes. Helemaal matchy matchy. Ja, we gaan weer. 3, 2, 1. Go! Nou, staat oprecht echt heel erg goed. Alleen het ding is, bij mij was het shirt oversized, maar bij jou is het... Ja, ik ben wat groter, hè? Normal size. Voordat jij je haar op gaat doen, ga ik nog wel eventjes mijn knotje eruit halen, want dan kunnen jullie ook een beetje vergelijken. Tromgeroffel. Daar is het haar! Laten we gewoon even kijken hoe dat bij jou staat. Ja. Komt u maar. Je bent helemaal klaar. Wow, wow. Wow, dat is echt heel raar. Lijk ik op je? Ik sta ook zoals jij staat. Oh ja, zo ja. Hoe voel je je? Nou, ik voel me echt, eigenlijk als ik zo kijk meer een soort van rockster of ja, zo. Maar heb je gezien dat ik oorbellen heb? Ja, kijk. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe vind je de gelijkenis? Laat het zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. Je hebt jezelf alleen nog niet helemaal volledig gezien. En al helemaal niet je make-up. Oh, ik heb make-up natuurlijk ja, op. Ja, ik ga je eindelijk verlossen. Ben ik klaar voor? Ja, nee, laat maar zien. Oh! Oh! Oh mijn god! Wat heb je me aangedaan? Oh, letterlijk! Sorry. Ik vind serieus mijn huid en alles. Ik vind dat je het mooi hebt gedaan. Mijn wenkbrauwen hebben een iets andere kleur. Ja, inderdaad. Ja. Niet slecht. Niet slecht. Nou, dat vond ik dus ook. Ik wil nu gewoon eventjes je uiteindelijke mening over alles. Laat me eventjes weten. Okay, hoe voelt het om Jamila te zijn? Het voelt heel erg leuk om een keer Jamila te zijn. Ja? En ik hoop dat ik er ook echt een beetje op lijk. Ik vind zelf van wel een net wat meer piratenversie van jou. Ja. Ik vind de pet heel cool. Het lange haar. Nou ja, ik schreef het niet voor niets zo kort. Ik vind het toch wel fijn dat ze. Maar ik kan het hebben. De make-up vind ik echt goed gegaan. Ik denk, ik geef het een 6. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.
Zielig. Een 7. Yes. Ik geef een 7 voor de make-up. Ik vind het shirt heel erg cool. Ik kan deze zelf eigenlijk ook gewoon dragen. Ik zou echt denken dat je het gewoon zo op een normale dag kan dragen. En de broek, nou, ik vind hem op zich eigenlijk leuk staan. Maar het is niet helemaal mijn fit. Ik hou meer van een wat smallere broeken. Ja. Ik vond de makeover challenge echt heel erg leuk om te doen. En ik vond het geweldig dat je het wilde doen. Wat mij betreft is deze helemaal geslaagd. En het verdient wel een hele dikke high five, toch? Oh, sorry, ja. Yes! Woe! Dat was best hard. 22nd rip out! Jewel, Iris, Femke, Merel, Roa, Rosa en Dora. Joya, Chelsea, Van der Kuit, Jessie, Klaver, Nora. Myrthe, Razana, Mira, Kiki, Gwendolyn, Leana. Jess, Roma, Isa, Stef, Brecht, Lynn en Anne. Ik hou van muziek, Gabrielle, Lily, Becky, Yara. Marley, Amber, Carolina, Angela, Tamara. Faye, Lisa, Gilles, Lola, Amy en Jelina. Jessica, Tessie, Beer, Charlotte, Juliette, Lina. Wil je jouw naam ook heel erg graag terug horen in de 22nd wrap-out van een volgende Fan Friday? Dan kan dat. Je hoeft er alleen maar eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. En wie weet zie je jouw reactie wel weer terug in de volgende aflevering. Vergeet me daarbij ook zeker niet om ook nog eens eventjes te volgen op Instagram. Mijn Instagram naam is @meisjejamila. Voor het geval je het niet kan onthouden, het is dezelfde naam als mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Bye bye! Woehoe!